ik ben Marcel Bruins. Ik ben 68 jaar. Kom uit Doorwerth. Ik ben lijsttrekker nu voor 50PLUS. En het belangrijkste item is stemverstandig, stem 50PLUS. Ik ben eigenlijk in de politiek gerold doordat ik gestopt ben met mijn winkel. Die heb ik in 2012 verkocht. En toen dacht ik van, nou, wat moet ik met mijn vrije tijd doen? Als je iets wil veranderen, zul je dat toch in de politiek moeten veranderen. Anders lukt dat niet. De gemeente zorgt voor de gemeente en de provincie zorgt voor alles wat ertussen zit, tussen de gemeentes, dat het allemaal goed functioneert. Dat is voor de rijkswegen, het openbaar vervoer, de opleiding voor de universiteiten, innovatie. En dat stimuleren, daar zorgt de provincie voor. Wij willen graag heel verstandig uitgeven. Dat kan aan klimaattransitie zijn een stukje, maar dat kan ook zijn voor leefbaarheid op het platteland en leefbaarheid in de stad. Als je naar de buurthuizen gaat kijken, ondersteunt de provincie ook. Lege plekken in de stad, als je dus in een klein dorp bent of grote plaats bent en je hebt dan een gebouw die dus leeg is en waar niks mee gedaan wordt, dan gaat de provincie dat stimuleren om daar weer een leefomgeving te maken. En dat kan voor jong en oud zijn of gemixt. En als ik dan nu ga kijken van ja, hoe is dat nou gegaan met de ouderen, dan is ja, de achteruitgang, sociale achteruitgang is erg achteruit gegaan. De inkomens zijn ver achteruit gegaan. Ja, dat geeft eigenlijk ook de energie, zeg maar, om in de politiek iets te betekenen. Om de draagkracht, de koopkracht van de mensen, vooral van de oudere mensen, gewoon een beetje op peil te houden. En daar probeer ik mij volledig voor in te zetten. En toekomst is niet alleen voor de ouderen, maar de toekomst is ook voor de jeugd. Want de jeugd wil straks ook een verzoenlijke oude dag hebben. En dat moet ook geregeld worden. En daar staan we eigenlijk 100% voor in. Het is voor de Staten is het iedere woensdag is er een activiteit. Dus de ene woensdag is de Staten, de andere woensdag commissie. Dan werkbezoeken en dan commissieoverleg. En er komen heel veel rapporten, heel veel papier komt er op, of in de tegenwoordig gaat met een computer, komt er binnen. Ja, en als je dus een overwogen oordeel wil vormen en je wilt een mening geven, ja, zul je toch kennis moeten opdoen om dat een juiste vorm te geven. Als je dus goed ingelezen bent, dan is het belangrijk om de standpunten van andere partijen gewoon tot je te nemen. En dan, ja, dat neem je dan ook mee uiteindelijk in jouw definitieve beslissing. En zo denk je dat we zijn met 55 mensen in de Staten. En als je dan een beslissing neemt vanuit die 55, denk ik, dan neem je op zich een goede besluit. Dan hoef je het niet alleen te doen, je doet het gezamenlijk.